Gisteravond nog was Memphis Depay in het Stade de France voor de interland tussen Frankrijk en Nederland. Maar nu is hij alweer terug op de hertgang. Hetzelfde geldt voor Karim Rekik. Hij maakte gisteren zijn debuut onder Louis van Gaal. En meerdere spelers kwamen gisteren uit voor hun land. En bijna iedereen was ook weer terug op de hertgang vandaag. Dus was het voor Philippe Cocu napraten met die spelers. Onder andere hier met Adam Maher. Hij kwam gisteren in actie met Jong Oranje tegen Jong Israël. En datzelfde geldt voor linksback Jetro Willems. 19 man, waaronder de drie keepers, stonden vanmiddag op het veld op de hertgang met een heerlijk zonnetje. Dus prachtig weer om te voetballen. De internationals hielden er dan na het positiespel mee op. Zij gingen naar binnen en herstelden daar verder van de minuten die ze gisteren hebben gemaakt. De overige spelers bleven wel op het veld, want zaterdag wacht natuurlijk gewoon FC Utrecht. En hoe kun je daar beter op voorbereiden dan lekker rammen op goal zoals hier Jetro Willems. Zaterdagavond dus 8:45 PSV FC Utrecht. En de mooiste goal van deze training, die kwam op naam van Peter van Ooyen.